We staan hier voor de École Polytechnique in Parijs, Quartier Latin. Hele mooie plek. Ik heb hier op mijn huwelijksreis nog daar in de hoek fantastische biefstuk op. Dus ik heb ook gewoon ik vind het een hele leuke plek om te zijn. En deze École Polytechnique, ik moet eigenlijk zeggen oude École Polytechnique, want sinds enkele tientallen jaren is de École Polytechnique verhuisd naar de rand van Parijs. Maar die École Polytechnique die heeft een hele belangrijke rol gespeeld en doet het nog steeds in het Franse onderwijs. Het is een van de grandes écoles, net zoals bijvoorbeeld de École Normale Supérieure. En heel veel bekende Franse wiskundigen en trouwens ook Nobelprijswinnaars, die hebben op deze École Polytechnique gezeten. De École Polytechnique is gevestigd in de Franse Revolutie, of in de naweeën van de Franse Revolutie. In 1794, om precies te zijn, stichtte Gaspard Monge, overigens ook een beroemde wiskundige, de École Polytechnique. En als je daar ging studeren, dan hoorde je wat intelligentie betreft tot de elite van Frankrijk. Maar anders als voor de revolutie ging het er niet om of je rijk was of van adel, maar ging het gewoon om je cognitieve kwaliteit, hè? Hoe goed ben je? En het idee was, dat is die égalité-gedachte van de revolutie, als je gewoon degenen die goed zijn in bijvoorbeeld wiskunde, ja, die moeten we selecteren en dat zijn degenen die moeten we een goede scholing aanbieden. En dat betekent dat onderwijs in die École Polytechnique heel belangrijk werd. Nou, was er bij dat onderwijs was er wel een probleem. Want we hebben gezien dat de meetkunde, de Griekse meetkunde, dat was een heel mooi deductief systeem. En dat was ideaal om onderwijs in te geven. Want je ging gewoon voor een schoolbord staan en je begon met een aantal axioma's op te schrijven. En vervolgens kon je daar heel mooi via die deductieve methode en met bewijzen tot allerlei mooie resultaten komen. Dat was bij de analyse wel wat moeilijker. En die analyse die had men nu juist nodig, omdat veel mensen die op de École Polytechnique zaten, het woord techniek, hè, in die naam zegt het eigenlijk al, ja, dat waren ook mensen die zich met bruggen, bouw bezig hielden, de spoorwegen kwamen op een gegeven moment op, het leger financierde de École Polytechnique bijvoorbeeld. En die analyse, daar lag niet echt een lekkere deductieve basis onder. Hè. We hebben gezien dat bij mensen als Newton en Leibniz begon dat, maar bijvoorbeeld ook bij Euler, en eigenlijk in heel de 18e eeuw, dat die analyse, dat daar intuïtie, heel belangrijk rol speelde. Een beetje op gevoel deed je dat. Je geloofde ook in de kracht van de algebraïsche uitdrukkingen, maar je kon niet precies zeggen wat er dan gebeurde. En men worstelde ook met een hoop vragen. Bijvoorbeeld, wat is nou precies een functie? Wordt een functie altijd gegeven door een formule? Is elke functie differentieerbaar? Misschien op een paar plekken na, hè? Denk aan een functie als de absolute waardefunctie. Die is overal differentieerbaar, behalve op één punt. Maar op de meeste plekken is die toch wel differentieerbaar. Kun je elke functie schrijven als een Poissonreeks, hè, met sinus en cosinus erin? Nou ja, dat soort vragen, daar hield men zich dan mee bezig. Maar omdat men niet zo'n lekkere definitie bijvoorbeeld had van een functie, of van differentiëren en integreren, kwam men daar ook niet zoveel verder mee. En je kunt je voorstellen dat het heel lastig is als je docent bent en je probeert de analyse over te dragen, les te geven in analyse. Ja, als er allemaal vragen zijn waar je de antwoord ook niet zo goed op weet, en als je niet lekker die deductieve opbouw hebt, dan loop je al snel tegen grote problemen aan, ook met je studenten. Op die École Polytechnique, onder andere, dacht men daarover na. En een van de beroemde wiskundigen die aan die École Polytechnique was verbonden, was Cauchy. En Cauchy, die introduceerde bijvoorbeeld het limietbegrip, infinitesimalen, nou ja, allemaal dat soort zaken om het moderne functiebegrip, om die analyse maar wat steviger deductieve basis te geven. En dat is uiteindelijk in de loop van de 19e eeuw is dat project helemaal afgerond door Weierstrass, een Duitser. En Weierstrass die introduceerde onze bekende epsilon- en delta-definitie. Wat wel een nadeel had, is dat de analyse, omdat het op die deductieve, statische, Griekse basis gestoeld werd, was dat waar de meetkunde heel sterk gekoppeld bleef aan intuïtie. Hè? Die meetkunde, dat kon je deductief doen, maar tegelijkertijd was die intuïtieve component ook heel sterk aanwezig. Daarom is meetkunde ook zo'n fijn vak om in het VO op een deductieve manier uit te leggen, omdat je altijd plaatjes en zo bij kon tekenen. Is dat in de analyse lastiger. Zodra je dat op een deductieve basis met epsilons en deltas en zo stoelt, dan zie je dat je heel ver verwijderd raakt van intuïtie. En dat betekent dus dat de analyse die werd abstract, de analyse werd ingewikkeld. De analyse, dat was iets waar mensen minder snel een goed gevoel bij konden krijgen. De analyse heeft er ook voor gezorgd dat heel de wiskunde in een zich wat abstractere richting ging manifesteren. En nou, je merkt het ook in het voortgezet onderwijs.
als je daar analyse doseert, dan doe je dat niet op die epsilon-delta manier. Met al die, je probeert wel een beetje bewijzen erin te krijgen. Maar dat is gewoon heel lastig conceptueel om dat over te brengen aan studenten. En toch is dat wat er gebeurd is. Wat zijn nou die obstakels bij analyse? Die tegenintuïtieve zaken. Nou, iets uit de analyse dat bijvoorbeeld tegen de intuïtie ingaat, is de ontdekking. Als je een mooie definitie hebt van wat is nou precies een functie en wat betekent het nou dat iets differentieerbaar is of wat een afgeleide is. Op een gegeven moment ontdekte men dat er functies waren die bijvoorbeeld nergens differentieerbaar waren. Continue functies, dus je kunt bij wijze van spreken de grafiek tekenen zonder je pen van papier te halen, maar toch waren die functies nergens differentieerbaar. En je ziet achter mij een voorbeeld, een functie, hoe ver je ook inzoomt, de functie blijft zich altijd wild gedragen. Een ander tegenintuïtieve functie was bijvoorbeeld een ander tegenintuïtief concept uit de analyse, waar bijvoorbeeld de vlakvullende krommen. Men dacht altijd, ja, een kromme, dat is iets eendimensionaals, een vlak is tweedimensionaals, dus je kunt niet door een kromme te tekenen alle punten van een vlak bereiken. Maar die vlakvullende krommen, en achter mij zien jullie er een, dat was een voorbeeld waaruit bleek dat het wel degelijk mogelijk is, volgens de moderne nieuwe definities van wat is nou precies een functie, om een kromme te maken die heel het vlak bedekt. En de plaatjes die nu achter mij komen, die roepen ongetwijfeld herkenning op, want dat zijn plaatjes die veel met fractals en zo te maken hebben. Fractals, ik zou je kunnen zeggen, borduren daarop voort. Hè? Dus zoek maar eens naar de randjes van de wiskundige definities en kijk eens wat voor gekke figuren je kunt krijgen. En een beroemde, die fractals, daar is bijvoorbeeld de naam als van Mandelbrot aan verbonden. Hij is onlangs gestorven. Nou, Mandelbrot was ook een grote naam van deze École Polytechnique. En iemand die, ik denk wel een van de grootste Franse wiskundigen uit de 19e eeuw, is Poincaré. En Poincaré die ergerde zich wel aan die nieuwe vorm van wiskunde doen. Hij deed er zelf trouwens ook wel aan mee hoor, hij vond het ook wel interessant, maar hij ergerde zich ook wel. Want wat Poincaré bijvoorbeeld constateerde was dat, ja, vroeger probeerde hij die wiskunde zo elegant mogelijk te maken en was wiskunde echt iets moois. En nu zei hij, het enige wat wiskundigen eigenlijk doen, is van dit soort hele rare voorbeelden op het randje van wat een definitie nog toelaat zoeken. En hij vroeg zich af of dat nou echt het wezen was van de wiskunde. Maar goed, dat was wel de richting die de wiskunde in de 19e en trouwens ook een groot deel van de 20e eeuw insloeg.